Yo mensen, Lucky, Graaf en Nel hier. En jullie zien het al aan de fucking titel. Mijn 1000 subs fit special shit. Al wat er niet zo heel speciaal. Het is trouwens best wel grappig, want ik ben dus, zoals iedereen wel weet, natuurlijk over het algemeen toch wel FIFA commentator. En dan doe ik mijn 1000 subs special onder een GTA gameplay. Dat is best wel raar, ik weet het. Maar het gaat deze keer dus niet zo erg om de gameplay. Dus alle niet GTA subs of die het niet leuk vinden, het maakt niet uit. Luister gewoon even naar wat ik te zeggen heb voor de rest. Ik speel wel gewoon live, dus misschien dat ik me af en toe moeilijk verspreek of zo, omdat ik tegelijkertijd al GTA aan het spelen ben. Maar het is dus een 1000 subs special zoals je al in de titel ziet. En ik had al gezegd van bij 1000 subs heb ik heel lang geleden al gezegd, dan doe ik een facecam video. Maar die doe ik niet via YouTube. Ik ga livestreamen. Dat is denk ik leuker. Dan kun je ook niet maar 5 minuten daarna kijken. Maar kun je gewoon lekker heel de avond lang lekker kijken. Waarschijnlijk gewoon zaterdag. Maar dat weet ik nog niet zeker. Maar dat lijkt me eigenlijk wel. Voor de rest, ja, dat is dus het eerste wat ik wil gaan doen voor mijn 1000 subs. Ten allereerst ben ik jullie trouwens nog allemaal heel erg dankbaar voor het geval ik dat nog niet had gezegd. We zijn inmiddels mensen aan het inviten. Ik hoop dat er wat mensen komen, maar dat zal best wel. Ondertussen is dat een goed moment om door te praten. Dus even, 1000 subspecial heb ik al 10 keer gezegd. Zaterdag livestream, dat wordt denk ik wel chill. Gewoon lekker FIFA uiteraard. Misschien als we eenmaal 3 uur FIFA hebben gedaan, dat ik misschien nog even GTA ga doen. Overigens, waarom pas zaterdag? Ik woon in het zuiden van het land. Mijn vakantie zit er juist vandaag net op. Waar sommige mensen vandaag juist pas vakantie hebben gekregen. Of ja, vrijdag. Dus aankomende zaterdag is dat. Dat duurt nog best wel even, aangezien het vandaag woensdag is. Ik had mijn video's voor maandag en dinsdag al af. Daarom komt die 1000 subs special nu pas. Het is misschien wel een beetje laat. Maar dat maakt niet. Maakt. I don't care. Laten we het zo zeggen. En ondertussen ga ik even wachten tot wat mensen komen en dan zie ik jullie terug en gaan we weer verder praten over dit fantastische onderwerp. Ja, en we hebben een paar mensen. Er zitten 2 mensen bij van dezelfde crew zelfs. Wat ik nu dus nog eigenlijk wil zeggen is eigenlijk niet zo heel erg veel. Het ging er eigenlijk om gewoon vooral om dat het... Wacht even, een auto eerst kiezen. Deze heb ik volgens mij zelf. Maakt niet uit. Ik pak deze. Oh, ik kon niet eens meer kiezen. Maar maakt niet uit. Maar waar het eigenlijk om vooral om ging natuurlijk was met 1000 subs. Maar dat heb ik al 16 keer gezegd. Dus daar ga ik nou niet meer verder. Wat willen jullie eigenlijk nog meer? Want ik heb al zelf gezegd, ik ga sowieso een livestream doen. Gewoon rond een uur of 7, 8 waarschijnlijk. Maar dat laat ik dan nog wel weten. Daar kom ik nog wel een keer op terug. Om echt de exacte tijd, zeg maar. Dus dat is dan sowieso al. En misschien nog iets. Ik heb al wat mensen gezien die zeiden van doe een giveaway. Oei, joh, wat zijn planning. Maar dat vind ik een beetje overdreven. Want om nou echt, ja, ik vind pas een giveaway op het moment dat je echt voor 20 euro iets doet of zo. Ik heb een beetje keer, ik weet het, maar... Kijk, je moet zelf ook wel begrijpen, je kunt niet zomaar even 20 euro even uitgeven aan... Ja, natuurlijk ben ik jullie echt wel dankbaar hoor, maar 20 euro is wel heel overdreven denk ik. Dus dat was eigenlijk nu nog niet echt de planning. Die livestream heb ik dan, maar wat zouden jullie nou nog meer willen zien? Terwijl dat ik echt een kut auto heb, want dat slipt gewoon constant en ik word er echt ziek van. Maar laat dat dan maar even in de comments weten. Misschien dat iemand, dat heb je wel vaker... Dat, van die subs zijn die opeens met echt fucking geniale ideeën komen. En dan gaan we dat doen. En ik heb echt slecht aangedaan om deze auto te kiezen. Want deze auto die slipt als de ziekte. Oh, moet je ook nog stuntjumpen. Ja, dat gaat helemaal fout. Je ziet wel dat ik gewoon in GTA niet zo goed ben. Voor alle FIFA-kijkers die nog kijken, leuk dat jullie nog kijken. Ik weet dat jullie niet kijken om FIFA of om dit te zien. Maar dat jullie gewoon puur en alleen kijken. Om natuurlijk, omdat het om de 1000 subspecial gaat. En ik ga deze man inhalen, denk ik. Want hij is helemaal van de baan af. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Ja, ik sta op position 2. Oh, dan word ik tenminste niet laatste. Ik kan het wel blijven zeggen. Livestream. Nou, voor de rest moeten jullie een beetje laten weten. Geen giveaway dat ik dat dus niet ga doen.
Ik probeer zelf nu na te denken, maar ik kan eigenlijk ook niks verzinnen. Misschien iets leuks, ja, ik weet het echt niet. Misschien dat ik nog een dual weekend of een gastrol weekend, dat zou op zich ook nog wel kunnen. Maar dat is eigenlijk alleen maar, dat is niet echt voor mijn subs, dat is meer voor andere YouTubers die hier ook naar kijken, die gewoon nog wat kleiner zijn. Ja, nog wat kleiner, want ik heb nu 1000 subs, dus ik mag dat zeggen. Nee, maar ja, ik zit al de hele tijd zo'n beetje van, what the fuck moet ik nu nog gaan zeggen? Ja, in ieder geval bedankt voor alle likes, alle support, alle felicitaties en shit. Ja, en dan weet ik eigenlijk voor de rest niet zo heel veel meer. Deze video, ja, ik eindig hem wel gewoon hier. Ik heb niet zo heel veel tijd om dat allemaal te maken, want ik heb echt fucking drukke week. Ik heb voor de vakantie, zoals best wel veel wisten, heb ik proefwerkweek gehad. Maar deze week heb ik nog echt nog 4, 5 toetsen. Die gewoon ziek veel meetellen. Dus ik moet zo weer even gaan leren. En we moeten ook elke dag weer werken. En shit. We gaan nog één parachute-ding doen als zij meevoten. Kom op, voet mee. Nee, doen ze niet. Nou ja. Maar anders sluit ik hem hier gewoon af. Het belangrijkste is denk ik al gezegd. Het belangrijkste is zelfs al 10 keer gezegd. Want ik heb echt al 16 keer hetzelfde gezegd. Je kan het nog wel even gaan samenvatten. Maar dat doe ik niet. Want dan denken jullie dadelijk echt dat ik aan dementie leid of zo. Door 6 keer hetzelfde te vertellen. Ja. Ik zeg ook heel vaak. En dit is echt een hele slechte commentaar. Maar boeien. Ik heb 1000 subs. I don't care. Maar heel flauw dit, heel flauw. Voor nu, bedankt voor het kijken. Vergeet de video zeker niet te liken. Eventueel dus een comment te plaatsen met iets leuks wat ik misschien nog kan doen voor mijn 1000 subs. Ik ga sowieso, ja, misschien al vanaf 's middags streamen. Maar dat denk ik dat dat niet wordt, omdat ik zelf ook moet voetballen en zo. En ik denk dat heel veel andere kijkers van mij ook voetballen. Dus die kunnen dan niet kijken, dus het heeft niet heel veel zin. Dus vooral 's avonds waarschijnlijk. Ik laat nog weten hoe laat precies. Voor nu blijf gewoon kijken, blijf liken en blijf reageren. Want dat is gewoon echt. Ik heb op dit moment heel veel motivatie. Kom misschien nog dat ik naar een nieuw. Ik ga waarschijnlijk nog naar een nieuw partnership. Misschien dat dat nog wat oplevert. Ook aan jullie zijde. Maar ja, voor nu sluit ik hem dan toch echt af. Bedankt voor het kijken. Vergeet de video zeker niet te liken. En bedankt voor de 1000 subs voor de 100ste keer. En later mensen.